Hij zit ook niet op de weg tot meneer Gijsbers. André Gijsbers. Ja. Nou, dat vinden we zo. Een beetje naar ben, hè? Ja. Ik kijk naar huis. Zij zit uit. En dat kan zomaar. Ik ben energie-neutraal nu. Ik ben energie-neutraal, ja. Voor 2030, dat is het wel. Ja, die enige mannelijke lijsttrekker. Ja. Wel spannend dit jaar, hè? Heel spannend, André. Ja. Heb je al ingewerkt als lijsttrekker? Jazeker, ja, zeker. Helemaal door. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Johan, wat een goed woningjaar. De beste wensen. Wat een goed woningjaar. 2018. Zeker. Het gaat weer helemaal goed in de makelaarlijn. Dus, kan maar niet op. Helemaal prima. Met Frank weer? Met Frank is het goed. Ja, helemaal. Ja, bijna weer helemaal goed. Ja. Dus het jaar begint goed? Het jaar. Ja, het begon nog niet zo goed, maar het wordt misschien wel goed. Ja. Geen nieuwjaars speech, geen nieuwjaars toespraak van de burgemeester. Maar we gaan met hem en een aantal gasten terugkijken op 2017. We gaan de huidige tijd eens doornemen. En we gaan eens kijken naar 2018 en de jaren die nog komen. Want er staat ongetwijfeld nog heel veel in het verschiet voor de gemeente Winterswijk. Dat gaan we doen aan de hand van burgemeester Dingenvoort, maar dat gaan we ook doen aan een vijftal gasten die de heer Dingenvoort gaat ondervragen over allerlei zaken en allerlei kwesties die op dit moment actueel zijn in de gemeente. En we hebben natuurlijk muziek van La Roos. Daar gaan we straks nog veel meer van horen, onder meer in de pauze en ook onder meer aan het eind van dit uurtje, want dat neem ik ongeveer in beslag. En we zijn eigenlijk in afwachting van onze burgemeester, in afwachting van burgemeester Dingenvoort. Ja, het was eigenlijk heel bijzonder. Het begon natuurlijk 21 april hier in de storm, toen waren jullie er ook allemaal. En dat was fantastisch. En ja, het was een warme douche en ik ben er nog niet onder vandaan gekomen. Wat is u tegengevallen? Nou, wat mij tegengevallen is eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik heb het vooral heel erg naar mijn zin. Het is soms heel hard werken. Ik kom op de leukste plekken. Ik zie plekken van Winterswijk die ik daarvoor nog nooit had gezien. En ja, overal word je wel vriendelijk en welkom onthaald, dus nee, valt me eigenlijk heel veel tegen. We gaan eens een deel van het 2017 doornemen, we gaan ook in de toekomst kijken. Ziet u daar tegenop of kijkt u er naar uit? Ik kijk er naar uit. Volgens mij hebben we hele leuke gasten, dus het wordt gewoon een heel leuk uurtje. Oké. U kreeg een aantal opdrachten mee toen u begon. Een van die opdrachten was Winterswijk op de kaart zetten. Nederland, de regio, moest weten wat Winterswijk was, wat het goed in is. En waar ze wellicht nog alle uitdagingen zou kunnen vinden. En in een film die we hebben gemaakt rondom uw 100 dagen burgemeesterschap, zijn we daar volgende over. Met die 100 dagen aan de slag en wat ik tegenkwam en mensen die ik ontmoet heb, zijn vooral heel veel enthousiaste mensen. Heel veel mooie bedrijven ook die we hier in ons midden hebben. Mooie recreatiebedrijven, mooie bedrijven in de smart industrie, in de maakindustrie. Het is niet een geprofijt bedje. En we hebben het gezien, bijvoorbeeld een bedrijf als Philips, wat we uit Winterswijk verlaat. Die uitdaging blijft natuurlijk wel. Hoe zorg je dat we hier voldoende werk hebben? Hoe zorg je dat hier mensen prettig kunnen wonen? En wellicht ook, als mensen werk hebben buiten Winterswijk, hoe zorg je dan dat ze ook fatsoenlijk naar hun werk kunnen komen? Dus bereikbaarheid per weg, per spoor, dat zijn zeker zaken waar ik me de komende jaren ook voor wil inzetten. Ja, dat kunt u mooi zeggen, daar ga ik me voor inzetten. Maar hoe gaat u dat dan doen? Nou ja, het is vooral belangrijk ook dat mensen hier het leuk vinden om naar Winterswijk te komen. Dat mensen het mooi vinden om ook in Winterswijk te zijn. En ja, dat kan ik niet alleen. Hè, want je zei kop in de wind en voorop lopen.
Maar daarvoor hebben we eigenlijk elkaar allemaal nodig. En jullie hebben vandaag allemaal zo'n hele mooie pin gekregen. Ik roep ook vooral op, draag die dit jaar. Want we zijn met bijna 30.000 mensen in Winterswijk. En als die 30.000 mensen, 10 mensen, als die jou eens aanspreken van goh, wat heb je daar op je shirt zitten? Zeg, ja, ik kom uit Winterswijk. Nou, dan zitten we al op 300.000 mensen. En als die 300.000 mensen allemaal thuis een gezin hebben, of mensen die ze tegenkomen, ik vertel dat ook een keer aan 5 mensen, dan zitten we op 1,5 miljoen mensen die weten waar Winterswijk, wat er Winterswijk is. En volgens mij moeten we dat doen met elkaar. Trots zijn op wat we hier hebben. Er is heel veel bereikt, ook de afgelopen jaren, in deze raadsperiode. En als we dat met elkaar uitdragen, dan weet ik zeker dat we ook de komende jaren er heel goed voor zijn. Hè? Winterswijk is gegroeid ook. Hebben we allemaal gelezen vorige week in de krant. Bijna 80 mensen erbij. Ja, daar ben ik heel trots op. Ja, dan snap ik dat u er trots op bent. Maar wat hebben we daar eigenlijk nou? Als iedereen weet waar Winterswijk ligt, so what? Nou ja, goed, als iedereen weet waar Winterswijk ligt, natuurlijk, dat is fantastisch. Want dan weet je ook dat het hier prettig wonen is. Dat we hier hele mooie recreatiebedrijven hebben. Dat we mooie campings hebben waar je ook prima een weekje kan recreëren. Nou, allemaal hele mooie dingen. Dus lekker met elkaar erover doorpraten. Oké. Okay. Wat gaat u doen de komende tijd om Winterswijk nog beter op die kaart te zetten? Nog nadrukkelijk? Nou ja, nu, natuurlijk na vanavond hebben we allemaal die pins. Hè, dus dat is in ieder geval één actie die we hebben ingezet. En we gaan ook kijken met een groep enthousiaste mensen hoe we ook meer jongere mensen. Ik ben uiteindelijk naar Winterswijk teruggekomen omdat ik hier werk heb. Maar ik vind het ook heel prettig wonen. En dat wil ik aan iedereen gaan vertellen. Dat kan ik niet alleen. Ook daarvoor gaan we met een aantal jonge mensen aan de slag. Nodig ook jonge mensen die ooit hier in Winterswijk woonden uit om terug te komen hier naar Winterswijk. Het elftal voor Winterswijk met de burgemeester als aanvoerder. En daarmee gaan we zorgen dat we volgend jaar misschien wel een hele bank vol hebben met nieuwe Winterswijkers. Oké, die staat. Die gaan we ontvangen. Volgens mij moeten we gaan stoppen, want voor mij is het heel erg, zit hier eigenlijk te popelen om te horen wie het is, maar we kunnen maken er een soort spelletje van. Ja, goed. Altijd leuk. En laten we eens kijken, wil je eens één steekwoord doen, dan gaan we gewoon kijken of mensen het weten, of mensen een idee hebben. Koken. Ja. Volgens mij, er werd al iets geroepen. Ik hoorde iets... Laat ons niet langer in spanning, zodat iedereen het kan horen. Oké, Nadia Zerouali. Van harte gefeliciteerd. Ik ben even shaky. Misschien eens even het beeldje. Ja, ja, dat lijkt goed. Hier. Ja, kom maar zitten. Kom maar hier zitten. Ja, dan ik zal even... Ik ben even helemaal flabbergasted. Ik geef hem aan je, alsjeblieft. Wauw. De 100% Winterswijk trofee. Die ga ik vol trots in de Almere neerzetten. Ja. Ga ik je ook eens feliciteren? Kijk, heel goed weer in de box. Nadia, ik doe het even zo. Ja, kijk, heel goed. Een eerste reactie. Wie wil je bedanken allemaal? Dat hoort erbij. Hè? Dat is een grote prijs. Oh, echt? Ik moet eerst uit mijn woorden komen. Maar eigenlijk is het tegelijkertijd ook heel erg makkelijk. Okay. Want de reden dat ik hier ben in Winterswijk en hier ben geboren en getogen, is eigenlijk een beetje heeft te maken met jouw mooie Villa Mondria. Want daar heeft mijn vader gewoond. Echt? Ja. Toen zag het er iets anders uit. Maar eigenlijk is deze prijs voor mijn papa en mama. Het klinkt heel suf. Maar volgens mij ben ik zo beneden. Maar zij is echt een vrouw. Besides cheating on the wife. Fox thinks she was nonsense. Oh, hell, my
You give me a feeling like they never, never know.